Neil, goedenavond. Schokkende beelden uit de VS. In de stad Philadelphia liggen mensen als zombies op straat door gebruik van de drug Trank. De Belgische scoutsjongeren zijn thuis van de Wereld Jamboree, het internationale, maar ook felgeplaagde scoutskamp in Zuid-Korea. En de Waalse goochelaar Maxime wint 2 medailles op het wereldkampioenschap podiumkunsten in Los Angeles. Ze liggen met bosjes op straat in de Amerikaanse stad Philadelphia deze dagen. Mensen helemaal high van de drugs. En het is niet zomaar drugs, het gaat over Trank. Een drug waardoor mensen veranderen in halve zombies. De VS kampen al langer met een echte drugsepidemie. Vorig jaar nog stierven bijna 110.000 mensen aan een overdosis. Bij wie jonger is dan 50, is zo'n overdosis zelfs de belangrijkste doodsoorzaak. Ik wil u waarschuwen voor sommige beelden in de volgende reportage. Kensington in Philadelphia wordt tegenwoordig Zombieland genoemd. Er leven honderden verslaafden op straat. Ze zijn verslaafd aan Trank. De drug bevat silazine, een middel waar paarden mee gekalmeerd worden. Het is goedkoop en wordt gemengd met fentanyl of heroïne. De gebruikers blijven quasi bewegingsloos liggen, zitten of zelfs staan. De drug geeft een nieuwe dimensie aan de drugsepidemie waar de VS al jaren mee kampt. Colleen van Salvage Sisters geeft deze man een middel dat de effecten van fentanyl en heroïne omkeert. Maar Trank veroorzaakt ook vreselijke wonden. Unfortunately, some of them we've seen all the way down to the bone. Sometimes, you know, they unwrap wounds and there's maggots and things like that. Soms is een huidtransplantatie noodzakelijk, bij anderen is enkel nog een amputatie mogelijk. Verslaafden hebben nauwelijks door wat er gaande is, zegt Colleen, die zelf de verslaving heeft overwonnen. When you're so in it and you're so high, it's like you don't know that that's there. You know what I mean? You don't know what's happening to your own body. And it is your body dying from the outside in. Trank is aan een opmars bezig in de VS. Steeds meer straten zijn gevuld met deze levende doden. De politie kan vaak niet meer doen dan toekijken. Ja, de politie weet dus amper wat te doen. En het gaat ook ruimer dan dat. De Amerikaanse overheid krijgt maar geen grip op de tsunami aan drugsdoden. En een oplossing is niet meteen in zicht, vertelt ook onze correspondent in de VS, Björn Soenes. De drugcrisis is geen randfenomeen in de VS. Het afgelopen jaar alleen al bereikte Amerika een absoluut triest record van 109.000 drugdoden. Veel mensen zijn verslaafd aan heroïne, maar het grote probleem is fentanyl. Vele mensen bezwijken daaraan door toevallige overdosis. Fentanyl is 50 keer straffer, 50 keer sterker dan morfine. En mensen weten het niet dat het in een drug gedraaid zit. Maar nu is er nog een bijkomend probleem. Nu is er een nieuw product op de markt, xylazine heet het. En xylazine is een paardenmiddel. Een middel om paarden te verdoven. En mensen die het nemen, die krijgen open, stinkende wonden. En die wonden leiden soms tot amputatie van ledematen. Dus de crisis neemt nog een extra dramatische wending in de VS. En men zegt dikwijls, het aanbod van de drugs moet verminderen in de VS. Maar zolang de vraag ernaar zo groot blijft, zal de crisis blijven duren. We blijven nog even in de VS. In de staat Montana hebben enkele klimaatjongeren in een rechtszaak hun slag thuisgehaald. Ze hadden aangevoerd dat ze een grondwettelijk recht hebben op een gezond leefmilieu. De jongeren trokken daarom naar de rechter om een wet aan te vechten die het in Montana onmogelijk maakt om de milieugevolgen van wetten te onderzoeken. De rechter geeft hen nu dus gelijk. De wet moet geannuleerd worden. De beslissing kan mogelijk ook gevolgen hebben voor andere klimaatzaken in de VS. Het is intussen 2 jaar geleden dat de Taliban in Afghanistan de macht plots overnamen. En nog altijd wachten tientallen mensen op een beslissing om met een humanitair visum naar ons land te komen. Na de val van de hoofdstad Kabul werden duizenden mensen geëvacueerd. De situatie leidde tot een ongeziene chaos op de luchthaven daar. Ook België evacueerde honderden landgenoten en Afghanen. Ze waren in gevaar omdat ze bijvoorbeeld voor mensen- of vrouwenrechten strijden. En vaak hadden ze ook een link met ons land.
Maar tientallen Afghanen die in aanmerking zouden kunnen komen voor een humanitair visum, zitten nog altijd vast. Verschillende NGO's klagen de situatie nu aan en vragen dat de procedure sneller zou verlopen. Ja, het gaat inderdaad over problemen bij de procedure humanitaire visa. Dus dat zijn mensen die een aanvraag doen om via dat visum naar België te komen en dus op die manier de toelating krijgen om te reizen. En we stellen vast dat die procedure vandaag heel moeilijk loopt, dat dat een heel kostelijke en langdurige procedure is en ook heel gevaarlijk. En dat mensen eigenlijk heel lang in het ongewisse blijven en daardoor ook grote risico's lopen. Na de zware bosbranden vorige week op Hawaii kwam er forse kritiek van de lokale bevolking, omdat er geen sirenes waren om hen te waarschuwen. De overheid heeft nu bevestigd dat er inderdaad helemaal geen sirenes zijn. Volgens de lokale overheid waarschuwen sirenes op Hawaii voor orkanen en tsunamis, niet voor branden. Bij de zware bosbranden vielen zeker 100 doden. In het noorden van India zijn het voorbije weekend bij hevige regenval minstens 49 doden gevallen. Er zijn ook tientallen vermisten. De felle regens veroorzaakten aardverschuivingen en overstromingen. India zit momenteel in het moessonseizoen, maar volgens wetenschappers zijn de moessonregens als gevolg van de klimaatverandering nog intenser geworden. En in Italië zijn arbeiders in het dorpje Bardonecchia in de Alpen sinds afgelopen nacht puin aan het ruimen nadat een bergrivier uit zijn oevers was getreden en een aardverschuiving veroorzaakte. De straten liggen sindsdien bedolven onder een dikke laag modder. Ze zijn goed en wel thuisgekomen. De 1200 Belgische scouts die hebben deelgenomen aan de World Jamboree. Het internationale scoutskamp, dit keer in Zuid-Korea. En het was een bijzondere editie met eerst heel heet weer en nadien zowaar een tyfoon en een evacuatie. Maar kijk, bij aankomst vandaag op de luchthaven toch vooral veel blije en vermoeide scoutsjongeren. Het lijkt wel één groot privévliegtuig vol Belgische scouts. En de sfeer blijft erin tot het allerlaatste moment. Ook al is het wat geweest op die felgeplaagde jamboree. In Zaventem is het intussen vol spanning wachten op dochter of zoon Lief. Onze zoon is 18 jaar geworden op de jamboree zelf in Korea. Het is daar een volwassen man geworden. Ja, ik denk op vele vlakken zal hij wel volwassen geworden zijn. Ja, dat denk ik wel. Heb je ze gemist, je mama? Heb je ons gemist? Ik denk het wel, hè. Jij. 14 jaar, 17 jaar of ter plaatse 18 geworden, zo'n World Jamboree maakt op die leeftijd een onuitwisbare indruk. En het zijn niet de hitte, de toiletten of de vele muggen die nog jaren zullen bijblijven. Toch? Het was iets helemaal anders dan ik verwacht had. Zou je het opnieuw doen? Daar moet ik nog over nadenken. Ik zou het echt zo opnieuw hebben gedaan. Ik vond het echt geweldig. Het was echt een avontuur, maar echt eentje om nooit te vergeten. Het was super leuk om mensen te leren kennen van andere landen. En ja, zo allemaal culturen te leren kennen van elkaar, van over heel de wereld. We zullen luisteren naar alle verhalen, zowel naar de ontgoocheling als naar de ongemakken, als naar de vrolijke anekdotes. Maar we zijn er zeker van dat eigenlijk dit in het geheugen zal geschreven blijven. Ik ken elkaar al 2 jaar en je hebt een maand samengeleefd en opeens stopte. Dus dat is wel een beetje jammer, maar ik denk dat we elkaar nog wel gaan zien. Dus dat komt wel goed. Alles komt altijd goed. Met stip in de agenda bij velen dan Pukkelpop. En donderdag begint het opnieuw. 4 dagen lang worden er meer dan 250.000 festivalgangers verwacht in Kiewit bij Hasselt. Om al dat volk van en naar de festivalweide te brengen, zet vervoersmaatschappij De Lijn ook dit jaar extra pendel- en nachtbussen in. Grote verandering deze keer. Elke bezoeker zal gratis tickets van De Lijn krijgen om zo nog meer festivalbezoekers te overtuigen om met het openbaar vervoer naar Pukkelpop te trekken. Nieuw zijn er eigenlijk 4 gratis tickets die de festivalgangers kunnen gebruiken om hun voor- of natraject af te leggen. Dat wil zeggen, ze kunnen met een bus of een tram bij hun thuis vertrekken, naar een station bijvoorbeeld, de trein nemen tot in Hasselt en dan overstappen op een gratis pendelbus. De Belgische piloten van de luchtvaartmaatschappij Ryanair staken opnieuw. Vandaag hebben ze al een hele dag het werk neergelegd en ook morgen doen ze dat opnieuw.
Daardoor zijn 88 van de 340 geplande vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Het is al de derde keer deze zomer dat de Ryanair-piloten het werk neerleggen. Ze vragen een beter werkrooster en vooral ook betere loonsvoorwaarden. Maar een akkoord met de Ierse directie onderhandelen, dat lukt maar niet. Wie zijn of haar vlucht geannuleerd is, blijft beter gewoon thuis en gaat niet naar de luchthaven, dat is het advies. In de Antwerpse wijk Zeefhoek in het noorden van de stad hebben de veiligheidsdiensten een straat een tijd lang afgesloten vandaag. De politie stelde een veiligheidszone in omdat er twee granaten op de vensterbank van een huis lagen. DOVO, de opruimingsdienst voor explosieven, is ter plaatse gekomen en heeft de springtuigen meegenomen. Een 20-tal bewoners moesten hun woning een tijd lang verlaten. De klap is ter plaatse gekomen samen met DOVO. Zij hebben ook de twee granaten meegenomen voor verder onderzoek. Wij langs onze kant hebben gekeken of er getuigen zijn, mensen die in de buurt wonen, of dat zij iets gezien of gehoord hebben. We willen kijken ook of er camera's zijn die ons kunnen verder helpen. Want wij willen natuurlijk ook weten binnen welke context dat deze feiten zich hebben afgespeeld. En na het ongeval op een kermisattractie gisteren in Manage in de provincie Henegouwen zijn alle slachtoffers buiten levensgevaar. Zeven mensen werden uit een attractie geslingerd toen hun veiligheidsbeugels loskwamen. Hoe die beugels konden opengaan is nog niet duidelijk. Volgens de burgemeester was de kermisattractie wel goedgekeurd. À notre niveau, il y a toutes les pièces justificatives des contrôles. Le parquet a diligenté un expert pour déterminer les causes de l'incident. Et puis le forain aura répondu de l'incident technique, bien évidemment. En dan een opvallende transfer, want alweer trekt een topvoetballer naar Saoedi-Arabië. De Braziliaan Neymar verhuist van Paris Saint-Germain naar Al-Hilal. Neymar zou een contract van 2 jaar tekenen en zijn loon zou oplopen tot 80 miljoen euro per jaar. Paris Saint-Germain krijgt dan weer zo'n 90 miljoen euro voor Neymar. PSG kocht Neymar 6 jaar geleden van Barcelona en betaalde toen 222 miljoen voor de Braziliaan. Daarmee is hij nog altijd de duurste voetballer ooit. Nu kiest hij dus voor Saoedi-Arabië, net als andere toppers zoals Ronaldo en Benzema. Dat Neymar nu al op zijn 31ste die stap zet, dat is toch wel verrassend. En dan is er nog een recordtransfer, dit keer in Engeland. Want topclub Chelsea heeft Moises Caicedo overgenomen van Brighton voor zo'n, hou je vast, 130 miljoen euro. He was never in doubt. I was always a blue. De transfer hing al langer in de lucht en Chelsea heeft de komst van de 21-jarige Caicedo deze avond bevestigd. De Ecuadoriaan tekent er een contract voor 9 seizoenen en hij wordt meteen de duurste speler ooit bij een Engelse club. En als de naam Caicedo trouwens een belletje doet rinkelen, dat kan zeker, want 2 jaar geleden voetbalde hij nog bij Beerschot in onze Belgische eerste klasse. Juste là en haut, c'est pour couper un poignet ou un bras. On voit qu'il y a un couperet. On met le bras dans le trou et puis hop là, on passe le couperet. Et comme par magie, il passe à travers la main du magicien sans la couper réellement. Een dosis magie heb ik ook nog meegebracht en van hoog niveau. Want een Waalse goochelaar uit La Louvière heeft op het wereldkampioenschap goochelen in Los Angeles in de VS maar liefst 2 medailles gewonnen. De jury viel vooral voor zijn stijl, die van de goochelaar zoals we hem kennen van vroeger. Goochelaar Maxime Mandrak komt zijn wonderkamer binnengereden met een karretje vol attributen. Uit zijn hoed tovert hij zijn medailles van het wereldkampioenschap goochelen in Amerika. Voilà les deux médailles que j'ai remportées. La première en manipulation, la médaille d'or, et la deuxième, la médaille d'argent en Magic Open. Trucjes kent hij als de beste, maar zo zijn er nog. De jury was vooral onder de indruk van zijn stijl. Un magicien, c'est l'univers qui va créer, qui va faire que c'est un bon magicien. Et donc la moustache fait partie de l'univers, parce que moi j'ai un univers plutôt féerique, plutôt vintage. Et donc j'essaie de respecter un petit peu les codes du magicien tel qu'on le connaissait quand on était enfant, avec le chapeau haute forme, les beaux manteaux. Maxime goochelt al sinds hij 18 is. Hij treedt op bij bedrijven en op feestjes. En wie ook zijn publiek is, de betovering werkt altijd.
comme je dis toujours, la vraie magie, elle est dans les yeux des spectateurs. Et voir les spectateurs émerveillés, que ce soit les enfants ou les adultes, c'est juste magique parce que ça permet de sortir les gens de leur quotidien, de les emmener pendant un instant dans un autre monde. Et pour moi, c'est ça le rôle du magicien. En dan ga ik de weerkaarten er hier ook eens bij toveren. Enfin, mijn regisseur Kaat zal dat doen. Vandaag was het zomers warm met veel zon. En daar zijn de weerkaarten. Vannacht blijft het in Vlaanderen op de meeste plaatsen droog met lokaal nevel of mist, minima van 16 tot 18 graden. Morgen start dan grijs, maar al snel klaart het op, afgewisseld met wolkenvelden. Een lokale bui is mogelijk en maxima tot 26 graden. En als je zin hebt in een hap, blijf nog even zitten. We eindigen in New York in de VS, waar een bijzondere broodjeszaak is opengegaan. Bij Veld's Bagels kan je terecht voor belegde bagels, donuts en andere delicatessen in de meest verleidelijke kleuren. Ze zien eruit als kunstwerkjes en dat zijn ze ook, want alles wat hier verkocht wordt is gemaakt van vilt. Veld's Bagels is dan ook geen echte broodjeszaak, maar wel een kunstinstallatie, waar je in de plaats van een smakelijke hap een origineel kunstwerkje kan kopen. Zo, einde van het late journaal. Dank voor het kijken en heel graag tot morgen. Dag. Mis niks van de muziekzomer. Vind alle events, hoogtepunten en updates in de app van VRT Nieuws.